Eigenlijk word je gevangen gezet in je eigen misère. Zo voelt het. Dus je hebt geen cel, maar je hebt gewoon een huis wat instort om je heen. En daar word je gewoon in vastgezet. En het wordt genegeerd. Je signalen worden genegeerd. Je wordt op de lijst gezet en verder geduwd. Of je moet weer naar een ander loket. Of er wordt weer een protocol bedacht. En het protocol is eigenlijk niet legaal. Het is niet de wet volgen. Hè? We hebben mijnbouwwet. En daar zou je aan kunnen houden als staat. En als NAM en als alle partijen die daarmee te maken hebben. Maar ze houden zich niet aan de wet. En de wet is blijkbaar niet voor de Groningers. Ja, ik mag wel zeggen, ik ben 5 jaar bezig met te zien wat aardbevingen doen en de gaswinning hier. Dat is echt hele grote schade. De huizen vallen in elkaar, muren gaan zweven. Muren wijken van elkaar, veel moet gestut worden en dat gaat dan van leuke kleine huisjes en halve nieuw, hè, 60 jaar, 70 jaar nieuwbouwwijken, maar ook het cultureel erfgoed, dus borgen, mooie oude boerderijen. En dat is echt dramatisch. Er gebeurt heel weinig. Er zijn maar een paar gebouwen die echt goed zijn opgeknapt en aardbevingsbestendig weer verder kunnen. Maar de meeste zitten nog in niemands land, wat je noemt. Daar is geen zorg voor. Ik ga ervan uit dat we met code rood hier vandaag en morgen en misschien nog langer een statement maken dat we de transitie in Groningen hier kunnen beginnen. Dat is de kans van ons leven, dat we zitten in de diepste dal en dan moet je iets bedenken en daar willen we de staat en alle mensen die daar ons mee tegenwerken, willen we eigenlijk aan onze kant hebben, omdat het is één aarde, die moeten we delen, het is het water wat we delen, het is de lucht die we delen, het is het vuur wat we nodig hebben met elkaar en laten we ervoor gaan en aan de goede kant gaan staan, dan weet je waar je zit.